Wat dacht je wat? De heer Mansen uit Soest stuurde ons de volgende grap. Hartelijk dank meneer Mansen uit Soest voor het sturen van de volgende grap die nu volgt. Er is sinds de oliecrisis 10 miljard liter olie onderweg naar Rotterdam die in 1985 zal arriveren. Het is kruipolie. Nou pa, dat was dan echt de laatste druppel. Ik haal hem met mijn brommer nog net heen en terug naar mijn werk en dan hebben we het gehad. Wat nou dan hebben we het gehad? Dan ga je toch zeker fietsen? Je laat je toch niet kisten door een oliesheik? Je fietst toch achter Israël? Ja, jij hebt makkelijk praten. Jij bent gepensioneerd. Jij hoeft het huis niet meer uit. Oh, dacht jij soms dat ik het zo prettig vind om hier de hele dag koud te zitten lijden omdat Nederland wenst op te komen voor de belangen van een warm land, notabene? Nou, wordt die goed, zeg. Daar ben je het toch altijd door dik en dun mee eens geweest? Ho. Tot op zekere hoogte. Ja, tot op de hoogte waar de olieboycott begint, zeker, hè, pa? Ja, niet zo bruut, jongen, niet zo bruut. Een mens mag er zeker van inzicht veranderen. 6 avonden heb ik hier nou al zitten kleumen bij het schaarse licht van een schemerlampje. Nou, en in die 6 avonden is er iets met me gebeurd. Ja, je krijgt er de pest over in. Nee, het heeft me een koelere blik en een nuchterder oordeel gegeven, jongen. Het schaarse licht van de schemerlamp heeft me de ogen geopend voor de toestand van de Palestijnse vluchtelingen die al jaren in dezelfde erbarmelijke omstandigheden moeten leven, omdat ze net als ik, geboycott zijn. Ik vind dat de Nederlandse regering er alles aan moet doen om mijn boycott en die van de Palestijnen op te heffen. Ik hoor je verleden week alles nog schelden op die Palestijnse vrouw op de televisie die 13 kinderen had, pa. Ja, maar nader bekeken, wat moeten die mensen anders? Hè? Wat moeten ze anders? Wat hebben je moeder en ik gedaan die 6 avonden dat we al kou leien? Je lag om 9 uur al op bed. Ja, juist. Kijk, en op onze leeftijd kan dat geen kwaad meer, maar voor die... Jongen, wat is hier opeens begrijpend geworden? Nee, een mens is nooit te oud om te leren, jongen. En ik heb van deze boycott geleerd. En ik heb geleerd dat je genuanceerd moet denken. Genuanceerd, weet je wel, voor je eigen best wil. Oh, wat staan we blij te kleumen bij de halte van lijn 1. Oh, ik bibber maar echt schieten, scheut een blijdschap door mij heen. Ach, mijn oren zijn bevroren, ach, mijn voeten zijn van steen. Maar dat mag de pret niet storen, want we voelen ons zo één. Zinkt de moed mij in de schoenen, scheelt het weinig of ik huil? Denk ik even aan de woorden van de dagsluiter Den Uyl. Het wordt geen koude winter, al vriest het nog zo hard. Als wij elkander vinden in een gedeelde smart. De gloed in onze harten doortintelt heel ons lijf. Het wordt geen koude winter, al vriezen wij ook stijf. O, wat huppel ik van vreugde als ik naar de bussen ga, waarin ik om niet te stikken blij bij het open raampje sta. Als mijn nek begint te stijven, doet me dat geen centje pijn. Ik verdraag bezweten lijven als ze maar saamhorig zijn. Is het haast niet meer te hard en zakt men moet de bodem in? Dan grijp ik met beide handen naar Den Uyl zijn laatste zin. Het wordt geen koude winter, al vriest het nog zo hard. Als wij elkander vinden in een gedeelde smart. De gloed in onze harten doortintelt heel ons lijf. Het wordt geen koude winter, al vriezen wij ook stijf. O,
oude crisis is een zegen en ze kwam zo mooi op tijd. Dankzij olie, soli, 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 solidariteit. Samen lijden, ja gezellig, samen strijden in de nood. En de edelste gevoelens van ons volk komen weer bloot. Als de moed u wil begeven, put dan snel weer nieuwe hoop. Uit de vaderlijke woorden van uw grote helper Joop. Het wordt geen koude winter, al vriest het nog zo hard. Als wij elkander vinden in een gedeelde smart. De gloed in onze harten doortintelt heel ons lijf. Het wordt geen koude winter, al vriezen wij ook stijf. Wat dacht je wat? De heer Rabbani, consul van Kuwait, vertelde aan het Fars Majeur-team dat zijn tandarts op de vraag of de behandeling lang zou gaan duren antwoordde: dat zou best kunnen. Bij u blijf ik net zo lang boren tot ik olie vind. Ja. Het carnaval geen centje pijn. Kun je nog volop in de olie zijn? Word je voor de lol geflist? Het Arabier is er weer best. Wak de zorgen naast je neer. Dat we zien we, zien we, zien we, zien we morgen dan wel weer. Mens van energie. Hoezo shake ook shake? Pardon? Het pils komt toch nooit op de bon. Als tegen prijzen al maar meer. Dat we zien we, zien we, zien we, zien we morgen dan wel weer. Maar meneer, wat kan ik voor u doen? Goedemorgen, ik kom een zoon aangeven. Wel gefeliciteerd. Hoe heet hij? Hassan Yusuf Mohammed Hussein Cohen. Yusuf Hussein Cohen? Weet u het zeker? Ach, men kan niet weten. Goedemorgen, ik kom weer eens voor u zorgen. Ik ben zuster Henriette, ik kom u een zetpil zetten. Wacht nog even met uw pillen, eerst nog deze andere pillen. Hier de pil van dokter Nijt, die de bloedvaten verwijt. En de pil van dokter Doud, die de bloedvaten vernauwt. De druppeltjes van dokter Foppe, om de diarree te stoppen. En een pil om te laxeren, want dat wil dokter Van Weren. Kom mevrouwtje, slikt u even, dokter heeft het voorgeschreven. Uw gezondheid staat tenslotte op het spel. Heus, u hoeft echt niets te vrezen. Het zal best ergens goed voor wezen. Denk maar, niet dan schaadt het misschien wel. Dat mevrouwtje goed.
nu kom ik eens voor u zorgen. Ik ben zuster Jacobijne en hier zijn uw medicijnen. Die zijn netjes meegekomen toen u hier werd opgenomen. Hier de pil van dokter Nijd die de bloedvaten verwijt. En de pil van dokter Dout die de bloedvaten vernauwt. De druppeltjes van dokter Foppe om de diarree te stoppen. En een pil om te laxeren, want dat wil dokter Van Weren. Dokter Janssen, neus, keel, oor, schreef u nog dit drankje voor. Dat vaak zonder deze pil rode puppels geven wil. Maar die pil maakt op zijn beurt dikwijls dat de maag ontscheurt. En om dat weer te voorkomen, wordt dan dit tablet genomen. Kom mevrouwtje, slikt u even, dokter heeft het voorgeschreven. Uw gezondheid staat tenslotte op het spel. Heus, u hoeft echt niets te vrezen, het zal best ergens goed voor wezen. Denk maar baat het niet, dan schaadt het misschien wel. Dag mevrouwtje, goedemorgen, maak u zich vooral geen zorgen. Ik ben hoofdzuster J. Vreeling van de intensive care afdeling. Met behulp van medicijnen zult u hier wel gauw verdwijnen. Eerst de pil van dokter Nijd, die de bloedvaten verwijt. Dan de pil van dokter Dout, die de bloedvaten vernauwt. De druppeltjes van dokter Foppe om de diarree te stoppen. En de pil om te laxeren, want dat wil dokter Van Weren. Dokter Janssen, neus, keel, oren, schreef u nog dit drankje voor. Dat vaak zonder deze pil rode pukkels geven wil. Maar die pil maakt op zijn beurt dikwijls dat de maag ontscheurt. En om dat weer te voorkomen, wordt dan dit tablet genomen. Deze pil krijgt u apart voor de toestand van uw hart. Deze pil om te proberen u een beetje te kalmeren. En dan moet u dit nog slikken om u weer wat op te... krikken. Er zijn er hier te landen heel veel met slechte tanden. Ze eten maar raak en snoepen te vaak, omdat ze niet beter weten of dat wat ze weten vergeten. Daar doen we iets tegen van overheidswegen, en dat is voornamelijk dit. We gaan medicijn in het drinkwater doen tegen een slecht gebit. Heeft ieder hier te landen dan hele goede tanden, dan zijn we er niet op medisch gebied. We moeten de kwaal bestrijden van hen die aan reuma lijden. Daar doen we iets tegen van overheidswegen, vooral wie gezond is of ziek. We gaan aspirine in het drinkwater doen tegen de reumatiek. Zijn alle slechte tanden en reuma uitgebannen, dan zijn we niet klaar, er is nog gevaar. We moeten een stokje steken voor vaten en hartgebreken. Daar doen we iets tegen van overheidswegen, er is daarvoor iets op de markt. We gaan niet probaat in het drinkwater doen tegen het hartinfarct. Toch als we dan gezond zijn, zou rusten ongegrond zijn. Er is nog een zaak, er rest nog een taak, omdat er gevaren dreigen als wij te veel kindertjes krijgen. Daar doen we iets tegen van overheidswegen, want anders dan wordt het een mal. We gaan dan de pil in het drinkwater doen tegen het kindertal. Nu roepen hier te landen helaas nog vele schande. Ze willen geen dwang, al is het hun belang. Ze zeggen het te verdikken met dwang medicijnen te slikken. Wat doe je daartegen van overheidswegen? Hoe krijg je zo'n actiegroep stil? Nu moeten wij iets in het drinkwater doen tegen de vrije wil. Dames en heren, we hebben hier in de Rijnmond een interview met een directeur van een chemisch bedrijf, de heer Lozeman. Meneer Lozeman, u heeft verklaard dat uw bedrijf bij de behandeling van chemisch afval zich uitsluitend laat leiden door de overweging wat is goedkoper. Ja. Een boete betalen of een zuiveringsinstallatie, respectievelijk een verantwoorde vernietiging van het afval. Is dat juist? Dat is juist, ja. Maar dan stelt u dus het economisch belang boven het belang van de bevolking. Economie is ook het belang van de bevolking, meneer. Maar het storten of lozen van vergif kan toch rampen veroorzaken, meneer Lozeman? Stel dat er bijvoorbeeld op een moord een boete zou staan van 1 miljoen gulden. Zou u dan, als bedrijfsoverwegingen daartoe leiden, de moord begaan en de boete gewoon betalen? Nou, kom nou, meneer. Wie spreekt er nou van moorden? Dat beetje vergif, dat maakt de mensen misschien wel juist langzaam immuun voor een te grote dosis. Als iemand lang kleine hoeveelheden arsenicum binnenkrijgt, dan kan je hem er niet meer mee vergiftigen. Dat lijkt mij juist een veilig gevoel.
Maar als er nu wel eens iets zou gebeuren waardoor uw vergif toch een slachting onder de bevolking zou blijken aan te richten? Nou, zelfs in dat geval, meneer, zou ik mij geen enkel verwijt maken. U weet net zo goed als ik dat de overbevolking van de wereld een van de grote oorzaken is van de milieuvervuiling. Die vervuiling wordt zelfs in gezinseenheden of inwoners-equivalenten uitgedrukt, nietwaar? Nou, zo ziet u dus. Een grote opruiming zou de overbevolking relatief verkleinen en als zodanig zou ik dus juist een bijdrage leveren tot de verbetering van het milieu. Nee, ik geloof dat het Nederlandse volk alle reden heeft om ons ondernemers dankbaar te zijn. Ik kan het haast niet meer verdragen dat al die mensen alle dagen mij met klachten overstelpen in de hoop dat ik kan helpen. Stikkend, snikkend, half dood, hoestend en in ademnood. Fase 3, 4, 5, 6, 7 noteer de klacht in mijn verslag tot aan de dag dat niemand meer zal leven. Ik stik hier in Hoogvliet, ik stik in Pernis, ik stik hier in Naaldwijk, kattenpis. Ik stik in Maassluis, ik stik al mijn longen. Ik stik hier in huis, in de stank van de dongen. Alle stikken wij aan blok, in de vuile welvaartshok. Ik word me schokken van het bellen, door al die stakkers die vertellen dat ze mij iets willen melden, wat al duizenden vertelden. Fase 1, 2, 3, 4, 5. Iedereen vloekt mij hier stijf. Fase 3, 4, 5, 6, 7. Een regelaar, een snuffelaar, een smokkelaar heeft werkelijk geen leven. Ik stik hier in Hoogvliet, ik stik in Pernis. Ik stik hier in Naaldwijk, kattenpis. Ik stik in Maassluis, ik stik om mijn longen. Ik stik hier in huis, in de stank van de dongen. Alle stikken bij Jan Blok, in de vuile welvaartshok. Morgen zullen water en lucht wederom ernstiger verontreinigd zijn dan vandaag. Verwachting voor overmorgen nog smeriger. We aten weer brood uit een plastic zak en uit een plastic kuipje margarine. De eieren zaten ook voor het gemak in een plastic doos met z'n tienen. De kaas zat in plastic, precies als de ham, terwijl ook de jam uit de plastic kwam. En al dat gerief verdween toen voor het gemak in de plastic zak van de vuilnisbak. Maar krijg je te veel van die rommel als pech, dan kunnen we inpakken, dan zijn we weg. Inpakken en wegwezen, uit is het feest. Inpakken en wegwezen, we zijn er geweest. De aarde wordt een uitgestorven vuilnisbelt. Voor weggegooid afval, voor weggegooid geld. Bedekt onder schillen en dozen. Als dank dat wij daar bijna 1 miljoen jaar zo aangenaam mochten verpozen. Wij mensen zo dikwijls geprezen. Inpakken en wegwezen, inpakken en wegwezen, inpakken en wegwezen. We dronken weer bier uit een wegwerpblik en aten snacks van plastic wegwerpborden. Want wegwerpverpakking staat op dit ogenblik op het punt een rage te worden. Met wegwerpfotuitjes en wegwerpkunst, zelfs de wegwerpman komt in de gunst. We gooien hem weg,
het grootste gemak in een keurig wegwerpsoldatenpak. Maar gooi je te veel weg, dan heb je toch pech. Dan kunnen we inpakken, dan zijn we weg. Inpakken en wegwezen, uit is het feest. Inpakken en wegwezen, we zijn er geweest. De aarde wordt een uitgestorven vuilnisveld. Vol weggegooid afval voor weggegooid geld. Bedekt onder schillen en dozen. Als dank dat wij daar bijna 1 miljoen jaar zo aangenaam mochten verpozen. Wij mensen zo dikwijls geprezen. Inpakken en wegwezen, 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 wegwezen.